Hey, leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij deze sessie. Een sessie over chatops. Mijn naam is Wouter de Kort, ik werk voor Society. Ik ben een van de Microsoft MVP's op het gebied van DevOps, ALM. Dus ook zeg maar, grote interesse in chatops. Een van de ALM Rangers. Wie kent de ALM Rangers? Oh, kijk, de meeste. Nou, ja, onder andere, Jeffrey zit in de zaal. Leuk, Jeffrey zwaaien. Als ALM Rangers, ook veel bezig met chatops. Dus nou, dat past allemaal in deze hoek. Eerst even de context zetten. We gaan het hebben natuurlijk over chatops, dus dat is zeg maar specifiek. Hoe werkt een bot in een DevOps-omgeving? Maar als je denkt over een bot, Microsoft is daar natuurlijk ook druk mee bezig. Hebben jullie, sommigen van jullie misschien eerder al de sessie van Jeffrey bezocht vandaag? Over chatops of dat niet? Nee, dan hebben we geen overlap, zitten we daarin veilig. Chatops, het draait eigenlijk om wat je aan de rechterkant van het scherm ziet. Een communicatiemiddel. Is het typen, is het touch, is het swipe, is het wat je tegenwoordig maar kan doen. Hè? En een bot, hè? Iets kunstmatige intelligentieachtigs, die terugpraat. En misschien heb je wel de typische voorbeelden gezien hè, als pizza bestellen bij Domino's. Hè, dat je gewoon via Skype kunt zeggen, doe mij een pizza, wat wil je, hoe groot, welke smaak, wil je extra ingrediënten. En aan de andere kant zit dan geen mens die terugtypt, hè, maar zit een bot. Dat is zeg maar het heel... Kort door de bocht, het basisidee van bots. He? Dingen automatiseren via een canvas, zoals dat dan wordt genoemd. Praten, ja, er zijn allerlei services voor die Microsoft bijvoorbeeld levert. Dan denk je waarschijnlijk al snel aan het hele Cortana-stuk. Cognitive services, alles wat in die hoek zit. He? Dingen zoals machine learning of language understanding, noem maar op. Nou, als je dat als context hebt, dan stappen we wel in de gewone wereld dat natuurlijk zijn toepassingen heeft. Je kunt bots gebruiken inderdaad voor domino's, maar ja, je kunt ze voor van alles nog wat gebruiken. Je ziet bijvoorbeeld helpcenters die langzamerhand proberen om die kant op te gaan. Het wordt door de hele wereld wordt het langzamerhand geadopteerd. Nou, neem die context en laten we dat nu eens gaan toepassen op IT. Wat wij als programmeurs doen. Wie is hier allemaal programmeur? Wie is het niet? Ook een paar. Mag ik roep eens? Wat ben je dan? ALM? DevOps ALM. En dan misschien meer vanuit een IT Pro hoek of programmeer je ook? Ik kan ook programmeren, maar ik doe het niet veel. Oké. Jij stak voor mij ook je vinger op? Ja, webapplicatie. Oké. Okay. Ja, nou ja, allerlei smaken. Maar we doen allemaal iets met IT. Laten we hem daarop houden. En de meeste zijn inderdaad programmeur. DevOps is, nou ja, dan zit je hier ook wel goed. Dat zou ook moeten lukken. Er zijn heel wat buzzwords. Hè. Waarschijnlijk hebben jullie natuurlijk allemaal de agenda bestudeerd van TechDays. Microservices, containers, digital transformation, DevOps. Is chatops nou gewoon weer een buzzword? Wie doet er al iets met chatops? Heeft er iemand er al een beetje gevoel bij? Of, ja, Jeffrey, ja, dat geloof ik meteen. Ik zie hier een twijfelend handje. Oké, hier wordt gezegd dat iemand die gebruikt Slack met de Visual Studio Team Services bot als integratie. Oké, cool. Andere voorbeelden of dingen waarvan we denken, nou, dat lijkt wel een beetje die kant op te gaan. Iets met een bot en iets met DevOps. Nee. Zit je in een goede sessie. Om de context nog een keer te zetten. We hebben net gekeken, wat zijn bots? Domino's pizza's, zeg maar. Wat is DevOps nou precies? En als je die twee over elkaar heen legt, dan kom je op chatops. Dit is de definitie van DevOps die ik zelf het liefst gebruik. Even een mond vol, lees hem rustig. Deze definitie komt bij Microsoft vandaan. Donovan Brown, misschien kennen jullie hem wel. Hij doet heel veel op het gebied van DevOps. En hij is daarin het gezicht van Microsoft. En hij zegt eigenlijk gewoon, ja, DevOps gaat om een paar dingen. Maar waar het vooral om gaat, is flow. Flow of value. Waarde opleveren voor je klant. En het proces daar naartoe, van idee tot productie, tot zeg maar echt monitoren in productie, dat het ook gebruikt wordt. Alles daartussen, hoe sneller hoe beter, vooral het werkt, hè, dat is DevOps. Dat proces versnellen. En dat draait om die dingen. Dat draait om mensen, processen en producten. En dat is mooi, hè, want dat is PPP. Eigenlijk is het People, Process and Tools. De mensen, dat zijn wij. Ik bedoel, DevOps begint bij jezelf. Hè. DevOps is een cultuurtransformatie. Proces, Agile, Scrum, Kanban, Lean. Noem ze maar, hè. En products. Nou, products.
vinden, hè, tools vinden we in IT natuurlijk allemaal leuk. En daar hebben we er nogal wat van. Als je een beetje kijkt, hè, nou, hoe ziet een modern DevOps-proces er nu tegenwoordig uit? Nou, aan het begin, hè, tegenwoordig, zit wat je maar wil. Is het Linux, is het Windows, is het een Mac, maakt allemaal niet uit. Een proces, iets aan versiebeheer. Hè, dat is bijvoorbeeld Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, VSTS, TFS. Iets aan build and deploy. Hè, CI/CD, continuous integration, continuous deployment. Noem ze maar op. TeamCity, Jenkins, Travis, Octopus, XL Release, XL Deploy. Nog andere smaken die gebruikt worden? Bamboo, ja. Ja, Jenkins. Nou, er zijn er nog veel meer, maar dat is ongeveer het punt inderdaad waarop ik ook altijd een beetje afhaak. Dan moet je echt gaan nadenken. Testing. Gaan we weer hetzelfde rijtje. Selenium, HP Quality Tools, Tosca. Alle unit test frameworks, hè, en MS Test, XUnit en United. Hè. Buzzwords genoeg, zeg maar. Feature flagging. Launch darkly. Of allerlei versies die je zelf kunt bakken. Monitoring, New Relic, Application Insights. Ga los. Uiteindelijk iets met cloud. Nou, dat zijn ze dan vaak Azure, AWS of Google. En dit hoef je niet te onthouden. Hè. Ik bedoel, dit is gewoon een brei aan buzzwords, maar waar het even om gaat is... Er komen nogal wat tools te pas aan DevOps. Hè, DevOps draait om mensen, het draait om processen. Maar als je het dan eenmaal gaat toepassen, dan explodeer je soms in de tools. En nou ja, kun je je lol niet op. Hoe past ChatOps daar nou in? Nou, ChatOps is Conversation Driven Development. Dat is de makkelijkste definitie die ik er in ieder geval voor kan geven. ChatOps draait erom dat je al die tools die jij gebruikt om goed DevOps te doen, op zo'n manier gaat gebruiken dat het een natuurlijke conversatie wordt. Ik bestel mijn Domino's pizza. De bot vraagt aan mij, welke smaak wil je? Ik zeg half om half, want ik kan niet kiezen. Wat wil je dan links, wat wil je dan rechts, hoe groot wil je hem? En uiteindelijk vertelt hij, hè, hij zit nu in de oven, hij zit nu achterop de scooter, hij is in de buurt, hij is er. Oké, dat beeld op DevOps. Hey. Er is iets ingecheckt. Misschien hun Git, er is dus een push gedaan. Oh, ik ben nu een CI-beeld aan het draaien. Oh, die CI-beeld is gelukt. Ik heb nu een release gedaan. Wil je die approven? Ja, die wil ik wel approven. Oh, hij draait nu in productie. Wil je een grafiekje zien van, weet ik veel, noem een performance meter die je graag in de gaten houdt. En dat via een conversation. Dat is dus zeg maar zoiets. He, jij bent je team. Met al je verschillende rollen. En je gebruikt een chat-app. Denk Slack, Microsoft Teams, Skype, Skype for Business. Nou ja, dat wordt allemaal Microsoft Teams. Maar nog andere, Campfire en weet ik veel. Ook daaraan hebben we er genoeg. Maar je gebruikt een chat-app. Waar jij als team in werkt. En je zit daar dus als mensen in. Maar er zit ook een bot in. In dit geval is het een plaatje van YouBot. Daar gaan we zo meteen dieper op in. En die bot die luistert mee. He, net als dat je je Domino's pizza bestelt. Die bot die kijkt van, oh, wat gebeurt er? He, de pizza gaat een fase verder. Oh, de release gaat een fase verder. Oh, jij vraagt iets aan mij. Nou, ik ga kijken voor je of ik het kan uitzoeken. Naar de achterkant heb je al die systemen. Al die tools, maar ook alle productiesystemen, testomgevingen, noem maar op. En die bot is intelligent genoeg om daarmee te communiceren. Wat krijg je dan? Nou, bijvoorbeeld zoiets. Stel hè, dat ik zit in een chatprogramma, maakt niet uit wat. Ik heet Wouter. Mijn bot heet Elon. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, hey, ik wil dat jij voor mij deze beeld deployt. Oh, dat ga ik doen, ik ben ermee bezig, dit is het nummertje. Oh, laat mij de logs daar eens van zien. En hij geeft die logs terug. Dat is heel basic, het idee van chatops. Gooi je hele team in een chatomgeving. Gooi daar een intelligente bot bij. En laat via conversation driven development jouw team die bot besturen om daarmee je hele DevOps proces te doen. Dus in plaats van dat je naar al die tools gaat om een release te approven, om een grafiekje op te vragen, om misschien een database terug te rollen, noem maar op. Doe je dat nu opeens op je conversation canvas, je chat applicatie.
Door middel van een bot. Hoe ziet dat er dan uit? Kijk, de magie zit hem in die bot. Je hebt een aantal van die bots. Hè. Hier heb ik er 3 gepakt die echt veel gebruikt worden. Die je hè, al lange tijd overal ziet tegenkomt. En eentje daarvan wil ik eens met jullie doorgenemen. U-bot. Daarna gaan we kijken naar de VSTS-bot. Hè. Dan heb je 2 goede voorbeelden van hoe dat soort bots in elkaar zitten. Gewoon om een beetje beeld erbij te krijgen. Van, ja, hoe werkt dit nou eigenlijk? Waarom zou je dit willen? Hoe gaat dat in de praktijk? Nou, U-bot. Dit is de quote die Google, of die GitHub, over U-bot gaf. GitHub heeft U-bot gebouwd. En wat ze eigenlijk een beetje zeggen is, het is zo'n rise of the machines. Het begon klein en onschuldig en het beheerst nu ons hele leven. En we weten niet precies wat er tussendoor gebeurd is, maar het is fantastisch. Dat is zeg maar waar het ongeveer op neerkomt. En het is inderdaad klein begonnen. Maar ze hebben steeds meer functionaliteit toegevoegd. En wat je nu ziet is dat GitHub, U-bot inderdaad eigenlijk voor alles gebruikt. En het is een vrij eenvoudige applicatie. Hij is geschreven in CoffeeScript op basis van Node.js. En voor degenen die het niet kennen, CoffeeScript is eigenlijk gewoon weer een laagje over JavaScript heen. Hè, waarbij je sommige dingen wat makkelijker kunt weergeven en iets andere syntax. Uiteindelijk compiled het naar JavaScript en wordt het gerund. En het is helemaal open source. Je hebt op GitHub kun je gewoon de repo vinden waarin U-bot staat. Plus allerlei plugins en scripts en helpers en dingen. Daarin kun je helemaal los. En dit is het basisidee. Kijk, U-bot heeft natuurlijk een hele architectuur hè, waarmee die inplugt op je chatapplicatie en noem maar op. Maar als we ons hier even op focussen. Je hebt een robot. Hè, want dat is het idee waar het bij chatops om gaat. En die robot die kan luisteren. Die kan antwoorden. Hè, en die heeft er allerlei functionaliteit voor. Maar ja, het is tenslotte gewoon JavaScript. Bijvoorbeeld die eerste regel, hè, of tweede regel. Robot.hear, badger, respond.send. Als je deze code runt en die robot hoort ergens het woord badger, reageert hij met die zin, die hebben we toch echt niet nodig. Dat kan overal voorkomen. Die tweede, robot.respond, is ik vraag expliciet aan die bot, hey, wil jij iets voor mij doen? En bij die derde zie je dat die bijvoorbeeld ook emote, hè, dat ze functionaliteit hebben ingebouwd, dat die smileys kan teruggeven. Dat het er een beetje leuk uitziet. Dus het basisidee van U-bot, maar van iedere bot die je gaat zien, is hij luistert mee in je chat transcript. Hij luistert, leest, hoe je het maar noemt. Hij pakt daar dingen uit die of rechtstreeks aan hem gericht zijn, of die hij gewoon opvangt in de zin. En daar gaat hij iets mee doen. Laten we eens kijken hoe dat er nou echt uitziet. Ik heb hier een PowerShell window. Het zit voor iedereen te lezen. Ook achterin. Ja. Hier heb ik een eigen U-bot aangemaakt. Het ding is volledig open source. In dit geval is het via Yo. Misschien ken je die wel, Y-O. Gewoon zo'n generated ding. Iets met NPM en JavaScript. Waarbij je gewoon zegt, doe mij zo'n botje. Dit is de basisstructuur. Als je ook kijkt, hè, zie je dat je inderdaad, je krijgt een aantal bestanden erbij. Wat package.json is van NPM, scriptding en wat node dingen. Laten we hem eens runnen. En dan kun je hem op allerlei manieren opstarten. In dit geval starten we hem gewoon op dat we zeggen, weet je, we doen het lekker makkelijk. We gaan hem gewoon draaien in onze shell. Dus in PowerShell. In dit geval. Dus dat is heel saai. Hè? Dat is geen chatapplicatie, dat is geen Slack of Teams. Of, het ziet er niet uit, maar het werkt wel. En nu kun je bijvoorbeeld zeggen, hey, my U-bot, help me eens. En dan krijg je een enorme lijst. En in dit geval valt het eigenlijk nog wel mee, maar van wat hij allemaal kan. 99% hiervan, hè, dit is standaard geïnstalleerd, wat je bij een kale U-bot zeg maar, krijgt, is onzin. Je kan bijvoorbeeld zeggen, my U-bot, ping. En dan zegt hij, pong. Dat gaat je leven niet veranderen, dat geef ik meteen toe. Maar het basisidee is dit. Het basisidee is, je kunt dingen zeggen, hij kan daarop reageren. En je hebt er nog veel meer, hè. Je kunt bijvoorbeeld ook... Google Translate zit eraan gekoppeld, dus je kan zeggen, translate me iets van deze taal naar die taal. En dan roept hij achter de schermen een webservice van Google aan, om te kijken, hey, hoe vertaal ik dat? Je kunt bijvoorbeeld moustache me, met een URL, dan kun je hem een plaatje geven. En dan laat hij dat plaatje, en dan met wat kunstmatige intelligentie dingen, vogelt hij uit waar het gezicht zit, tekent hij er een snortetje op, en zet hij hem weer terug in je chatwindow.
Ja, ieder zo'n ding. Onderaan zie je een paar dingen van Travis. Daar gaan we zo meteen op in. Die zitten er standaard niet in. Dat is een plugin die ik heb toegevoegd om het idee wat duidelijker te maken. Maar laten we nu eerst eens kijken, hoe werkt dit nou? Als we dan naar Visual Studio Code gaan, dan zie je hier, zie je eigenlijk die code die we net op het scherm zagen, was dat basic script, hoe zo'n U-bot in elkaar zit. Dit is wat JavaScript geneuzel, wat er eigenlijk gewoon neerkomt, hey, we hebben een functie, die pakt een robot. Als ik iets hoor, dan reageer ik. En wat je dan moet weten over CoffeeScript, ik kende geen CoffeeScript namelijk voordat ik met U-bot begon, dus ik dacht, hoe doen ze dat nou, want ik had gewoon wat dingen aan en uitgezet en het werkte opeens niet meer. Bij CoffeeScript is inspringen is heel belangrijk. Dat is zeg maar het begin van een nieuwe functie. Ze hebben geen haakjes, ze hebben geen accolade openen, accolade sluiten of dat soort dingen. Dus in het begin had ik alles links uitgelijnd. En dan werkt niks. En dan doe je overal spatie voor en dan werkt alles. Dus dat is blijkbaar een fantastische taal. Je kunt ook gewoon TypeScript of plain JavaScript gebruiken. Hè? Maar de voorbeelden zijn in CoffeeScript, dus laten we het veilig houden. En dan zie je wat je opeens allemaal kunt. Deze is vrij makkelijk, hè? Dit is die badger. Maar hier zie je dat dit eigenlijk een regular expression is. Dus als ik ergens dit stukje tegenkom, dan heb ik een match. Hè. Waarschijnlijk ken je dit wel vanuit C-sharp of PowerShell of zo. Hè, dat regular expressions geven matches terug. Het is een array, daar kun je een item uitpakken. En het is dan dat stukje van die regular expression. En is het, oh, als het dit is, dan dat en anders. Hier zie je zo'n emoticon, makes a freshly baked pie. Blijkbaar is dat een smiley in sommige chatprogramma's voor het bakken van taarten. Hier zie je iets met randomization. Hier zie je bijvoorbeeld dat het topic van het chatkanaal verandert, dat hij reageert. Of als iemand binnenkomt of weggaat. Hier zie je, en deze ga ik niet starten, een Noemi. Dan zet hij een JavaScript timer, want het is gewoon JavaScript. Dan komt er iedere seconde komt er, zeg maar zo'n uit. Ik kan het geluid niet volledig nadoen, maar echt. Ik heb het gedaan, daarna heb ik Slack afgesloten, ik heb de computer nu opgestart. Want je kunt hem blijkbaar ook gewoon sluiten. Maar ja, dat moet je dan wel kunnen typen. Dat is zeg maar. Dat zijn allemaal basisvoorbeelden. Wat interessant wordt is deze. Tenminste, ik vind het interessant. Wat je hier zegt, alles verloopt via dat chatwindow, hè. Je canvas, je conversational canvas. Is het je shell, is het je Slack, wat dan ook. Maar wat je ook kunt zeggen, is ja, er zijn ook externe systemen die terugpraten. Dus wat je hier bijvoorbeeld doet, hier zeg je, registreer voor mij een URL, waarop zo'n extern systeem terug kan reageren. Zeg maar een webhook. En als hier een post naartoe gedaan wordt, dan doe je wat met parameters, je pakt wat JSON en weet ik het allemaal. En dan heb je opeens data gekregen van een extern systeem die jouw botje in je chat kan plaatsen. Dus dat is zeg maar het, hey bot, start voor mij een beeld. Oh, de beeld is klaar. Dat soort dingen kan je hiermee doen. Dus dan krijg je opeens dat die bot intelligenter begint te worden. Doordat hij niet alleen maar dingen doet, maar dat hij ook dingen terugkoppelt, doordat hij dingen weet. En je kunt hem bijvoorbeeld koppelen aan events. Kijk, ik weet niet hoe ver jullie allemaal zijn op het gebied van DevOps, maar als je een publieke applicatie draait en je wilt weten wanneer die eruit ligt, is Twitter soms echt een hele goeie, als je nog geen monitoring hebt. Maar ja, wie houdt je tegen om gewoon een service te schrijven die Twitter monitort, en op het moment dat de keywords voorbij komen, dat netjes in je chat gooit en klaar. En jij ziet misschien opeens in je chat met grote letters hier voorbij komen, de service is down, de wereld vergaat, kijk maar op Twitter. Dat soort dingen zijn hier heel makkelijk mee te doen. Waarom je dat zou willen, gaan we straks op verder. Hè? Maar even het basisidee. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, wat U-bot standaard heeft, hij heeft een brain. Wat zover betekent als hij kan dingen onthouden. Dus een conversation met zo'n bot kan stateful zijn. Het is dus niet, Je stuurt een commando en daarna is hij vergeten wat hij aan het doen was. Nee, hij kan je bijvoorbeeld ook meenemen. En dat is het, wil je een pizza? Welke smaak? Hoe groot? Ja, dan moet hij wel onthouden wat je vorige keuzes waren. Dat is zeg maar dit. Gooi je dit in Azure, kan je hier bijvoorbeeld Redis achter zetten. Dat je brain netjes
ergens in Azure draait, dat al die botjes daarbij kunnen, noem maar op. Dat is een heel basic script. Ik wil jullie nu eens meenemen naar een iets ingewikkelder script. Want het eerste wat we dan gaan doen, is die U-bot opstarten. En dan gewoon met de standaard adapter, namelijk Slack. Dus nu zul je zien dat hij opstart. En dat hij op een gegeven moment zegt van, hey, ik heb verbinding met Slack, ik ben ingelogd, alles is goed. Als we nu naar Slack toe gaan. Die weer even verbinding maakt. Dan zul je nu zien, hè, en in dit geval is het gewoon een lege test Slack, dus ik zit hier in mijn eentje in. Dat je met die bot kunt praten. Dus je hebt hier, heb je daadwerkelijk, my U-bot, help. Dan krijg je dezelfde reacties als die we toen net in de shell kregen. Dus hier kun je ook weer, my U-bot, U-bot, ping. Maar nu gaan we eens kijken naar Travis. En dit is eigenlijk maar om te laten zien. Travis, kennen mensen hier Travis? Nee. Wat ik hiermee wil laten zien, Travis is een applicatie voor Continuous Integration. Daar gaan we zo meteen wat verder op in. Maar het idee hiervan is dat je kunt zien van, dit werkt over alle tools heen. Dit is geen Microsoft ding of zo. Nee, sterker nog, het komt bij GitHub vandaan. Maar het werkt wel voor alles straks. Verlaten we de enge JavaScript-wereld, dan gaan we gewoon naar C#. En gaan we kijken naar een VSTS-bot, die tegen TFS en VSTS werkt. En dat snappen we allemaal beter. Maar in dit geval, dit staat gewoon publiekelijk op GitHub. Hier kun je gewoon naartoe. .NET Core en Travis. Een hele simpele applicatie. Dit is gewoon File New Project en dan een ASP.NET applicatie. Niks aan veranderd. Het enige wat ik heb toegevoegd, is dit bestandje. Travis.yaml. En wat je hier eigenlijk zegt is, ik heb hier een C# applicatie. Dat is .NET Standard 2. We draaien het in een container, je draait een scriptje en je doet iets met een of andere geëncrypte Slack ding. That's it. Dat is het enige wat je hiervan hoeft te snappen. Wat Travis dan doet, is dit. Je zegt tegen Travis, hey Travis, ik heb hier een publieke Git repository. Daar staat een instructiebestandje voor jou in, dat is die Travis.yaml. Pak die en ga dit voor mij bouwen. En inderdaad, wat je hier dan krijgt, is Continuous Integration voor je GitHub repository. Op een Docker container in Linux. Mocht dat je niks zeggen, mag je het allemaal weer vergeten. Maar als je het interessant vindt, het is echt leuk om naar te kijken. Het kan heel bruikbaar zijn. En hier zie je bijvoorbeeld zo'n log van een beeld. Hier zie je inderdaad dat scriptje wordt afgetrapt. Dat er uiteindelijk een DLL'tje uitkomt. En dat alles groen is. Dus wat je zou kunnen doen, is hier zelf zeggen, klik restart en dan restart hem voor je. Als je nu naar chatbots kijkt, kun je ook dit doen. My U-bot, Travis, restart en dan de naam van je repository. En wat je nu ziet is dat hij dat oppakt en dat hij zegt, de build was successfully restarted. Build nummer 13. Klik je daarop, zie je inderdaad dat hij nu geel is, hij is bezig. Uiteindelijk wordt hij vanzelf weer een keertje groen als hij klaar is. En als hij klaar is, krijg je ook een berichtje terug. Dan zul je zien, dat duurt een minuutje, dat hieronder een berichtje komt. Ja, de build was succesvol. Wat is hier nou het voordeel van? Dit is natuurlijk iets heel eenvoudigs. Ik hoop niet dat jullie dag bestaat uit het opnieuw starten van builds. Maar jij zit hier niet alleen in. Jij zit hier met je hele team in. Alles wat hierin gebeurt, wordt automatisch gelogd. Wat jij kunt doen is omhoog scrollen. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld, dit is mijn eigen testding. Hier kun je zien, wat is er nu allemaal gebeurd. Dus dingen zoals bijvoorbeeld security auditing, of überhaupt gewoon kijken, wat is er de afgelopen paar dagen gebeurd. Of stel dat jij nieuw bent in een team, en je hebt geen idee hoe het werkt. Dan ga je meelezen. En je ziet het, mensen deployen naar productie, mensen backuppen databases, ze vragen grafieken op voor monitoring. Ze doen wat er ook maar nodig is. Het wordt allemaal automatisch gelogd. Het is allemaal makkelijk te herbruiken. En wat je dus in professionele organisaties ziet die dit gebruiken, wat ik wel heb gezien, is inderdaad, het is vooral heel cool op het moment dat er iets misgaat. Als jij 's nachts uit je bed gebeld wordt, doordat er ergens een productiefout is,
ja, dan kun je iets doen. Je kunt je eigen PowerShell opstarten of je browser en je kunt als een gek gaan rondklikken en that's it. En uiteindelijk heb je het gefixt en ga je weer naar bed. Of je gaat naar je chatwindow, waar jij op dat moment misschien alleen in zit, want jij hebt oproepdienst. En je typt hier je commando's in en je gaat naar bed. De volgende ochtend komt het hele team terug en je kunt met elkaar precies zien, wat was er nou? Hoe heb je dat gevonden? Hoe gaan we voorkomen dat ik je nog een keer je bed uitbelt? Een vraag erachteraan. De vraag is, stel nu dat je wel handmatig een beeld start, hè, dus dat je naar Travis toe gaat en dat je hier wel op restart klikt, wat zie je hier dan? In dit geval zou je dan alleen maar zien dat de beeld klaar is. Dus je ziet niet dat hij gestart is, maar je krijgt wel het seintje weer terug. Er is een beeld klaar met dit nummer, dit is de log en dat is er gebeurd. Ondertussen zie je dat ook hier, hè. Er is hier nu een nieuw berichtje in general. Ga je kijken, zie je inderdaad, hé, beeld past 2 minuten 12 seconden. Dit zou je dan als enige zien en dit stukje zou je niet zien. En dan is het natuurlijk de vraag, hoe ver ga je dit doorvoeren? Ik hou best wel van DevOps, wat eigenlijk ook betekent dat ik er best wel van hou dat alle systemen worden dichtgezet en dat je nergens bij kunt. ChatOps neemt dat nogal een stap verder. Ik pas dat dan zeg maar toe op productieomgevingen. Wil jij iets wijzigen op productie, gaat het via je DevOps pipeline. ChatOps zegt, wil je iets wijzigen in je DevOps pipeline, gaat dat via je chat. Het is maar hoe extreem je het gaat maken. Maar de terugkoppeling zou er in ieder geval wel zijn. En dan moet ik zeggen, er zal vast een API zijn waarbij Travis zegt dat hij een beeld start. Dus als je je daar ook op inschrijft, zou je die wel krijgen. Dan heb je dus op de achtergrond dat je chatlog zich opbouwt. Maar ja, dan moet je dat voor al je tools erin gaan programmeren. Ja, ergens moet je uitvinden wat voor jouw team natuurlijk werkt. Maar ik vind niet de voorkeur om het hierheen te doen. Maar dat leest mooi. Maar je kunt natuurlijk van alles erop verzinnen. Oké, iets verder in op hoe dit nu werkt. Ja, nog een vraag. Hoe zit het zeg maar, met rechten? Zeg bijvoorbeeld iemand wil naar productie. Niet de reden die je maar zeg maar dat hij naar productie wil gaan. Ja, de vraag is hoe zit het nou met rechten? Stel dat jij nieuw in dienst bent. Jij komt hier en het eerste wat je krijgt is chat. En jij zegt gewoon, productie. Nou, laten we die eens uitzetten om te kijken wat er gebeurt. Hè? Kan dat? Rechten, ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon JavaScript. En je weet wie de gebruiker is. Maar ik zal zo meteen wel een voorbeeldje laten zien van hoe de VSTS-bot bijvoorbeeld een stukje heeft opgelost met het inloggen op je VSTS-account. En dan zie je opeens dat daar daadwerkelijk rechten aan zitten. Hè, bij deze simpele implementatie van U-bot zijn er inderdaad geen rechten, hoor. Je kunt hier alles. Maar er zijn best wel bijvoorbeeld two-factor-systemen. Wat ik bijvoorbeeld heb gezien bij klanten is dat we dingen hebben gebouwd waarbij je zei, doe iets wat heel gevaarlijk kan zijn. Dat die bot dan als eerste zegt, weet je dit wel zeker? Als je het zeker weet, typ dan het woord, mimosa of zo, of de meest vreemde woordenboeken zijn daar voorbij gekomen. Dat is natuurlijk geen security, maar dat is meer een, stel dat je een typfoutje maakt en je zet daarmee per ongeluk productie uit. De volgende stap is inderdaad dat je gewoon role-based access control gaat doen. En dan kom je weer, maar dat is standaard security verhalen. Ga je whitelisten, ga je blacklisten, ga je misschien verschillende kanalen gebruiken. Maar ja, kan dan iedereen wel meelezen, doe je read-only. Eigenlijk is dat weer aan jezelf. Maar U-bot ondersteunt het wel. Er zitten zeker dingen in voor veiligheid. Ja. Nog andere vragen? Nee. Dit, want het is allemaal open source, is de code die achter die Travis integratie zit. Dus dit scriptje zorgt ervoor dat je die Travis Restart Repository kunt doen. Hoe werkt dat nu? Nou, hier zie je dat er bijvoorbeeld wat waardes uit environment variabelen worden gehaald. Dat wordt in Node.js heel vaak gedaan, dat je niet een configuratiebestandje gebruikt, maar dat dingen zeg maar, op de machine in zijn environment variables worden gezet. Dat kan ook bijvoorbeeld op Azure, dat kan lokaal. Ieder OS heeft daar wel iets voor. Wat zie je hier dan? Dat wilde ik nog wel even. Robot.http. Dit is bijvoorbeeld ingebouwde functionaliteit waarmee je in je Travis-omgeving een JavaScript web request kunt doen. Dus hier kun je gewoon zeggen, je hebt een header, je hebt bijvoorbeeld een authorization token, waarmee Travis weet wie jij bent en wat jij mag.
En uiteindelijk komt er een request terug. Ja, dan zie je hier wat CoffeeScript dingen, maar eigenlijk komt het er gewoon op neer. Het is JSON, ik haal het eruit en klaar. Nou, als je dit script rustig doorscrollt, zie je bijvoorbeeld wat dingen over de laatste build. Restart of cancel build. Dat is het commando wat we net uitvoerden. En inderdaad zeg je dan gewoon doe een request, het is een post, geef een token mee en wat data en klaar. Restart, cancel. Nou, ga deze code niet uit je hoofd leren, maar dit is blijkbaar 141 regels. Dat vind ik niet veel. Voor zo'n het is een simpele integratie, laten we het niet overdrijven. Maar er zijn natuurlijk honderden van dit soort plugins, dus de kans dat die er voor jouw systeem is, die is wel aanwezig. Wat je ook nog bijvoorbeeld ziet, en dan ben ik wel blij hoor, dat we hierna overschakelen naar de VSTS kant. Dit is de gratis adapter die je met Slack laat integreren. Die is ook gewoon open source. Maar wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat je inderdaad een client hebt. Sorry voor het scrollen. Een Slack client, die bepaalde dingen kan. Hij kan connecten. Hij heeft event listeners. Dus hij kan luisteren naar wat er in zo'n chat gebeurt. En hier zie je zo'n rijtje daarvan. Hier zie je inderdaad, oh ja, hij kan open, dicht, error. En op al die dingen doet hij iets. En that's it. En Hubot heeft daar wel een infrastructuur achter die ervoor zorgt dat het allemaal werkt. Maar hiermee kan je natuurlijk integreren met ja, wat je maar wil, zeg maar, welke chattool je ook wil. Om te luisteren naar events, om daarop te reageren. En op die manier heb je voor eigenlijk alle populaire chatprogramma's heb je al wel een adapter. Dus die onderdelen, de Hubot zelf, al die custom scripts, de adapters, dat is eigenlijk wat de magie laat doen. En dat zit hem dan vooral in die scripts. De scripts zijn degene waar je waarschijnlijk het meeste tijd in zult steken als je dit soort dingen gaat doen. Maar gelukkig zijn er al een heleboel die je kunt gebruiken. Vragen over Hubot? Nee? Oké, dan laten we de JavaScript-wereld achter ons. Laten we eens gaan kijken naar de VSTS-bot. Deze bot is dus gebouwd door de ALM Rangers. Nou, Jeffrey hier, die heeft dat project geleid. Dus die weet alles. Eigenlijk is dit hetzelfde soort verhaal als de U-bot, alleen de technologie is anders. Hij is namelijk gewoon geschreven in C#. Hij maakt daarvoor gebruik van het Microsoft Bot Framework. En hij is helemaal open source. Dus ook dit ding mag je forken en pull requests doen en je mag helemaal los. Hij is sinds vandaag, hij stond al een tijdje op GitHub, maar sinds vandaag, Jeffrey heeft hem vanmorgen in zijn sessie, is hij ook publiekelijk. Dus je kunt het ding nu ook installeren en gebruiken, dat kunnen we nu allemaal hier in de zaal. Dat bot framework, dat biedt wel een hele goede basis om dit soort dingen te gaan doen. Kijk, bot framework is in eerste instantie natuurlijk voor het domino's scenario geschreven, zeg maar. Dus wat biedt hij? Hij biedt bijvoorbeeld channels aan. En channels zijn Skype, Slack, Teams, wat bijvoorbeeld Hubot nog niet heeft. Nou, noem maar op. Je kunt overal mee integreren. Hij biedt hosting services aan. Je kunt hem bijvoorbeeld heel makkelijk laten draaien op Azure. En allerlei tools. Het is gewoon geïntegreerd met Visual Studio. Je hebt gewoon een NuGet package die je kunt gebruiken voor zeg maar, het framework. Je hebt gewoon een file new project. Als je het project template hebt geïnstalleerd, daar kun je echt heel makkelijk mee beginnen. En dit neemt zeg maar alle infrastructuur, neemt het je gewoon uit handen. Jij schrijft gewoon een stukje C#, dat hang je erin, en op de een of andere magische manier werkt het weer met alles. Dus zeg maar die adaptercode die je net bij Slack zag, ja, dat heeft Microsoft ook, en dat zit in het bot framework en dat is wel iets groter en kan iets meer. En wat je natuurlijk erbij krijgt, dat is zeg maar die gereedschapskist aan de rechterkant. Als je dat wil, krijg je ook nog eens een keer alle kunstmatige intelligentie tooling erbij, die Microsoft ook heeft. Zoals bijvoorbeeld Lewis, Language Understanding. Kijk, je zag nu, My U-bot, Travis, Restart, Repo Name. Maar mocht je de behoefte hebben om te zeggen, hey U-bot, trap voor mij even een beeld af. Met Lewis zou het kunnen, of je het wil. Dat is een ander verhaal. Maar Lewis zou je kunnen helpen om die bot nog menselijker te maken. Zowel in wat hij zegt als in wat hij begrijpt. Oké, dan laten we die eens demoen. Dan gaan we weer terug naar Slack. Nou,
Travis is ondertussen klaar, hè? De U-bot heeft zijn ding gedaan. Hier hebben we de VSTS-bot. En als je ziet, hè, wat die kan, dan zie je opeens wel een iets andere UI. Dit is een keuze waarbij, zeg maar, de U-bot echt heel erg text-based is. Heeft de VSTS-bot, hè, heeft cards, hè, hero cards in dit geval, maar gewoon knopjes. En je kunt bijvoorbeeld zeggen, oh ja, hè, kijk eens naar de builds voor mij. Wat hij nu op de achtergrond doet, ik ben al een keer geconnect naar een VSTS Team Services account. Hij vraagt nu, oh, welke build definitions heb jij? In dit geval de o zo bekende Fabric on Fire. En als ik nu op Q klik, start hij een build in VSTS. Dit is een kwestie van smaak. Hier zie je dat de build is gequeued. Waarbij U-bot heel erg text-based is. Bot Framework ook kan, maar dit ziet er iets mooier uit. Wat ook wel interessant is, is die connect. Daar hadden we het net over. Hoe werkt dat nu precies als het gaat om security? In dit geval zie je een lijstje van alle accounts die ik heb. Als je je profile zou weggooien, maar dan moet ik even kijken of we daar genoeg tijd voor hebben. Nee, laten we dat niet doen. Dan krijg je hier een URL te zien waar je heen moet. Daar krijg je een code. En die code moet je hier weer intypen. En dan heb je two-factor authentication. Dan weet hij dat jij echt bent wie je bent, want je bent dan ingelogd via de browser. Dus je hoeft niet je wachtwoord in je chat te gooien waar iedereen hem kan lezen. Dat is zeg maar even het idee. Dus met security kun je daar best wel coole dingen mee bereiken. Oké, hoe ziet dit er nou uit? Dit is de VSTS-bot. In dit geval heb ik hem gewoon van GitHub gehaald. Hè. Dat kunnen we allemaal doen. Je kunt hem gewoon klonen als je dat wil. Maar als je hem opent in Visual Studio, dan ziet hij er heel netjes uit. Wat je ziet is, je hebt een API. Dat is zeg maar de bot. Hè, gewoon een web-API. In dit geval heb je unit tests en acceptance tests. Dat zit netjes in elkaar, de code coverage is echt flink hoog. Als we ons even focussen op die API, dan zie je hier bijvoorbeeld de controllers. Nou, laten we eerst een messages controller nemen. Dan zie je hier inderdaad, hey, op dit stukje wordt een schermpje aangezet. Wat we net zagen in Slack, hè, die verzamelingen aan knopjes, dat noemt het bot framework een dialog. En zo'n dialog geeft iets weer en kan dingen begrijpen. In dit geval opent hij het dialog waar het om gaat. En dat is root dialog. Nou, ga je daarheen, dan zie je zo'n root dialog. Zit allemaal netjes application insights en dat soort dingen in. Maar die krijgt activities binnen. En afhankelijk daarvan kan hij iets doen. Hij kan bijvoorbeeld zeggen, oh, hey, jij bent nog niet verbonden. Dan heet ik je eerst welkom. En ga ik zeggen, wat leuk dat je er bent. En ga ik je laten inloggen. Oh, je bent al wel ingelogd. Wat voor commando's kun jij allemaal doen in de huidige context? En zo word je van schermpje naar schermpje, zeg maar, door die hele applicatie heen geleid. Ja, vraag? Ja, de vraag is, hey, zag ik iets aan van Application Insights? Ja, dat klopt. Wat je hier zag is een telemetry client. Dat is inderdaad Application Insights. De vraag is, wat stuur je hier nu heen? Dit wordt gebruikt, zeg maar, door de botbouwer om te kijken hoe de bot gebruikt wordt. Dus dit is echt het instrumenteren van de bot. Welke schermpjes, welke volgorde, welke functionaliteit wordt gebruikt. Stel nu, hè, dat is er build en releases ingebouwd. Stel nu dat je ontdekt dat build nooit gebruikt wordt, maar dat releases en het approven van releases ongelooflijk populair is. Maar dan kun je daar als botbouwer die keuzes in maken. Of als er gewoon bugs in zitten. Stel dat er een exception wordt opgegooid, dan wordt hij netjes gelogd naar Application Insights. En dan kunnen we kijken van, hé, wat ging er mis, wat was de stack en hoe kunnen we het fixen. Daar is het voor. Andere vragen? Okay. Maar je ziet, hè, je hebt hier bijvoorbeeld van die cards. Nou, laten we eens kijken naar, even kijken, die build definition card. Dan zie je inderdaad, hij heeft een aantal buttons en hij heeft een naam. En wat is het? Q. Dat zagen we toen net, hè? Die Q-knop waar je op kon klikken, die een nieuwe build startte. Dat is dit. Dat is dus gewoon een schermpje met een button waar je op kunt klikken. Dat is de VSTS-bot. Dus het is een hele andere architectuur, een hele andere opzet, maar hè, waarschijnlijk voor velen van ons makkelijker te lezen en makkelijker uit te breiden. Hè, dus dat soort keuzes kun je maken. Ga je de U-bot kant op of ga je deze kant op? Wat voor plugins gebruik je? Nou, deze bot zal steeds verder gebouwd worden. En eigenlijk vanaf dit moment is het vooral, ja, wat vinden jullie ervan?
En zodat we weten wat er toegevoegd moet worden. We hebben Application Insights. Maar ja, we horen ook graag, is dit iets? Kan je hier iets mee? Dus ga hem alsjeblieft testen en laat het weten. Oké, de VSCS-bot. Dan nog even, stapje terug. Het is natuurlijk fantastisch hè, dat je alles kan doen in je Slack, Teams, wat het ook. Wil je dit nou eigenlijk? Ik bedoel, moet je dit wel willen? Dit is wat GitHub ervan zegt. Jesse Newland is die gast die het bij GitHub zeg maar is begonnen. En wat hij inderdaad zegt is, hey, doordat we opeens het in zo'n conversation ding doen, zou iemand de deur dicht willen doen, zie je dat we opeens met z'n allen tegelijk aan het pair-programmen zijn, de hele tijd. Want iedereen kijkt met iedereen mee, we helpen elkaar de hele tijd en je leert er veel van. He, je kunt gewoon lezen wat er gebeurt, je kunt leren terwijl je ermee bezig bent. Een voorbeeld, het is al een paar jaar geleden, Flowdoc, daar hebben we toen wat gegevens gepubliceerd. Hier zie je zeg maar de voor-chatops en de na-chatops. Op het moment dat zij chatops begonnen uit te rollen, zijn hun deployments, het aantal deployments, enorm omhoog gegaan. Het proces werd makkelijker, het werd beter geautomatiseerd, het werd automatisch gelogd. Kijk, er staat niet bij wat de kwaliteit van die deployments was, dat geef ik natuurlijk meteen toe. Hè. Maar zij zijn echt fan en je ziet inderdaad dat het aantal features dat zij hebben uitgerold flink omhoog is gegaan. Op sociaal vlak heb je dus best wel wat voordelen. Op sociaal vlak zie je inderdaad, we gaan meer samenwerken, makkelijker kennis delen, we gaan empathie kweken. Voor diegene die 's nachts om 3 uur uit zijn bed kwam en die het allemaal in chatwindow heeft gedaan, waardoor we met hem samen kunnen werken. Dus het heeft voordelen voor je cultuur. En het heeft technisch natuurlijk voordelen. Je gaat nog meer automatiseren, want je gaat echt voorkomen dat je op dat knopje moet klikken om iets te doen. Je gaat kijken of je het kunt scripten. Daarmee heb je automatisch je security, je logging, safety dingen. Je zorgt ervoor dat je wat minder mailt. Er zijn best wel wat voordelen aan. Stel nu dat je hiermee wil beginnen, dus de laatste slide. Veel te veel tekst, ga het niet lezen. Deze mogen jullie later lezen. Waar het eigenlijk op neerkomt is, je moet misschien eerst eens een keer een chattool kiezen. Wie gebruikt er hier al chat binnen zijn organisatie? Al best wel veel. Okay. Dus een Slack, een Teams, een Campfire, HipChat, weet ik veel. Oh, je moet iets hebben. En misschien als je nog moet kiezen, moet je er een paar proberen. Ga dan eens eenvoudig beginnen. Kijk, je kunt meteen een bot gaan bouwen en natuurlijk, hè, agile als we zijn, daar maanden voor nemen. Je kunt ook gewoon zeggen, ik heb nu mijn chat-applicatie. Laat ik er eerst eens wat out-of-the-box plugins inhangen. Zoals bijvoorbeeld, hey, je Travis-beeld is klaar. Of hey, je VSTS-beeld is klaar. Of er is iets na productie. Of er komt een Twitter-berichtje binnen. En kijk eens hoe dat voelt. En daarna is het natuurlijk, kies waar je grootste problemen liggen. Wat zijn de moeilijkste onderdelen van je applicatie? Waar gaat het vaakste fout? Wat voor productieproblemen zie je het meest? Kan ik dat misschien gaan implementeren in mijn chatops? Dan wordt er iets gezegd over signal-to-noise ratio. Wat er eigenlijk gewoon op neerkomt. Ga niet helemaal los. Niet vanaf dag 1. Want als je chat vol staat met honderden, duizenden berichtjes. Dan wordt het niet. Dan sterft het een stille dood en gaat niemand het meer lezen. Nou, deze lijst, deze komt, rechtsonder staat ook de bron. Deze komt uit het boek Chatops Managing Operations with Group Chat door O'Reilly. Dat is een gratis boek. Dus Google die vooral. Als je dit interessant vindt, daarin wordt alles nog een keer dunnetjes over gedaan en uitgelegd. Maar dit is eigenlijk wel de beste getting started die ik inderdaad kon vinden. Dus wat is het doel van deze sessie geweest? Nou, ik hoop dat jullie enthousiast zijn over chatops. Dat je denkt van nou, misschien kunnen we daar wel mee. En dat je een beeld hebt van wat er mogelijk is in de open source community. Is het JavaScript, is het C#? Er zijn ook nog andere, dus ook nog in Go en in Lua en noem je favoriete taal. Dat je een idee van wat het kan en dat je een idee hebt hoe je kunt starten. En mocht je het er nog even over willen hebben, Jeffrey, praat graag. Ik vind het ook erg leuk om het met jullie erover te hebben. En bedankt voor jullie aandacht. En mocht je na afloop nog contact op willen nemen, je kunt me overal vinden. Is het op Twitter, is het op mijn mail, wouter.dub.kort@socialtea.com, mijn blog, wat maar ook. We vinden het in ieder geval leuk om te praten. En, ja, ik heb nog stickers gekregen. Mocht je het nog leuk vinden om te stickeren, dit is de sticker voor Visual Studio Team Service. Die zwarte is de sticker voor die DevOps-definitie. Martin Woodward heeft ze meegenomen. Hij werkt voor Microsoft voor het DevOps-team. Hij had een hele stapel stickers. Dus als je het leuk vindt om je laptop nog onder te stickeren, om die definitie te onthouden, dan kom nog even langs. Bedankt voor jullie tijd dan en veel plezier de rest van de dag.